uit voor de KWC Kampen een prachtig nieuw circuit aangelegd. Een rappe tussentijd van die 21.7, om in de woorden van Jurgen Olaf van der Wijn gaat te blijven. 20.6 voor Nina van der Boom, 21.7 voor Manon Visser. Waar gaat Manon Visser dan op uitkomen? Laatste rechtstuk voor de KWC Kampenrijdster. Zal het de 37 worden? We gaan het meemaken. Over de finishlijn in 37.9. Een hoge 37er dus voor Manon Visser. Dan kijken we naar de volgende dame. Voor Amazonië is dit Anja Jacobs. 2.4 was haar tijd die zij nodig had bij de start. Van hek tot aan onderaan de gate. De tussentijd dan. ...21.7 staat er op de klokken, Anja Jacobs, dat is haar tussentijd. Dat zou dan een 37.8 kunnen gaan worden.